Kliniek in Nijmegen. Het woort is aan de heer Markeshoven. Dank u wel, voorzitter. Het is crisis, TBS-crisis. En deze minister is er verantwoordelijk voor. En Nederland loopt door deze minister en zijn labbekakkerige beleid gevaar. De minister laat zijn mensen zeggen dat levensgevaarlijke criminelen op verlof mogen. Vrij mogen fietsen met de treinreizen, rondhangen bij basisscholen, speeltuinen en winkelcentra. Terwijl die criminelen de meest gevaarlijke en gestoorde kindermisbruikers en vrouwenmoordenaars van Nederland niet op straat, niet in de maatschappij thuis horen, want daar kunnen ze nieuwe slachtoffers maken. Zij horen in de cel. Dat zegt de PVV al jaren, maar nu gaat de beerput open. Dappere klokkenluiders, mensen die in die TBS-klinieken werken, leggen vandaag haarfijn uit waarom de TBS zo levensgevaarlijk is voor Nederland. En ze leggen haarfijn uit, minister, dat u zich nu al jarenlang in de maling laat nemen door die TBS-bobo's, die TBS-managers. Want die TBS-criminelen, die kijken naar kinderporno. Zij gaan door met aanranden en verkrachten en geweld plegen. En dat allemaal tijdens hun verblijf in de TBS en of tijdens hun verlof. Maar die leugenachtige managers verdoezelen al die strafbare feiten en corrupte officieren van justitie weigeren tot vervolging over te gaan. Die TBS-managers zeggen dat die levensgevaarlijke pedofielen en moordenaars gewoon op verlof mogen. De minister stuurt de stikkende tijdbommen op ons af, op onze vrouwen, op onze kinderen. De minister zegt dat het veilig is en onder controle, maar dat jokt hij. De minister probeert ons met lijstjes, cijfers en rapportages het bos in te sturen en in slaap te sussen. Maar daar trapt Nederland na vandaag hopelijk niet meer in. Die lijstjes, cijfers en rapportages van de minister zijn gewoon onwaar en na vandaag niks meer waard. Tot nu toe weigerde de minister alle verloven in te trekken. En mijn vraag aan de minister is: kan de minister na de getuigenissen van de klokkenluiders van vandaag nu tenminste toezeggen direct alle verloven van alle TBS-criminelen in te trekken? Het woord is aan de minister.